snel. Ik ben genomineerd voor een prijs. Die heet de Gouden Venus van Milo, heet dat. Dat is een onderscheid voor mensen met een... hoe leg ik dat uit? De meest inspirerende Nederlander met een beperking. Heeft mijn leidinggevende heeft daar maar mijn naam voor opgegeven. Ik loop stage bij PVCC, Praktijk voor Coaching en Creativiteit. Dat is ook eigenlijk een stichting waarbij allerlei doelgroepen worden ondersteund. We doen heel veel projecten, doen we activiteiten. Mensen met en zonder een beperking. En ja, ik draag nou een beetje steentje daaraan bij eigenlijk. Ja. Want jij bent ook bezig geweest voor een tribune van Heracles. Kan je daar iets meer over zeggen? Een tribune van... Ja, ze zijn momenteel bezig om een blinde en slechtziende tribune op te zetten. Ze hebben mij benaderd, Jeroen Morman, om daar over mee te praten eigenlijk. Ik heb natuurlijk zelf een oogaandoening. Dus willen ze wel een beetje zien hoe ik daar in sta. Ja. Dat is toch heel erg mooi dat je daaraan kan bijdragen. En hier loop jij stage. En de doelgroepen waar jij mee bezig bent, welke mensen zijn dat? Het zijn voornamelijk jongeren die met en zonder een beperking. Ja. Ga je daar allerlei activiteiten mee ondernemen? Of wat is daar de bedoeling van? Wat precies mijn rol daarin is nog een beetje zoekend op dit moment. We zijn net bezig, maar ik probeer gewoon met al mijn ervaring die ik heb, omdat ik natuurlijk zelf een handicap heb, probeer ik het over te brengen aan die kinderen of aan de jongeren. Mijn naam is Wendy Leerkotter, ik ben projectleider bij Inloop aan de A namens Thuisteam Twente en de Praktijk voor Coaching en Creativiteit. Jeroen is die loopt stage bij mij. Een hele leuke, vrolijke, optimistische en spontane jonge man. Met een beperking in zijn ogen. Hij ziet maar 10%. Elke dag optimistisch. Hij is er voor de mensen. Fantastische hulp voor mij. En ik ben super blij met zijn hulp. Dus we gaan zo door, Jeroen. Dankjewel. Ja. Welke mensen kunnen zich melden voor deze wervingscampagne? Ja, mensen die minimaal 18 jaar zijn, sportief, goed gezond en een steentje bij willen dragen aan de maatschappij. Wij maken van deze mensen volwaardige brandweermensen die brand kunnen bestrijden, hulpverlening kunnen bieden. En om kunnen gaan met incidenten met gevaarlijke stoffen. En speciaal voor kazerne Almelo zijn wij ook op zoek naar duikers. Of mensen die de brandweerduiker willen worden. Zijn er nog meer functies behalve de duikploeg waar u vrijwilligers voor zoekt? Gewone brandweermensen. De normale redders in nood. Onze 700 brandweervrijwilligers zijn onmisbaar voor een veilig Twente. Samen met hen verlenen we hulp bij ongevallen en werken we aan het voorkomen en blussen van brand. Nou, we doen ieder jaar een wervingscampagne om onze personeelsbestanden op peil te houden. Doordat veelal door een natuurlijk verloop mensen afscheid nemen van deze mooie hobby. Op welke respons hoopt u uiteindelijk? Ja, zo hoog mogelijk. Voor kazerne Almelo zijn wij voor het komende jaar op zoek naar 6 mensen die wij op kunnen leiden. Twente breed zoeken wij 60 mensen. En dat gaat lukken? Ik hoop het wel. Ik ga er wel van uit. Leuk dat ik gevraagd ben om het gedicht te mogen onthullen. Het is toch een eer, vind ik. Het is het 13e gedicht, heb ik gehoord. En ik hoop dat in dit geval juist nummer 13 heel veel geluk gaat brengen. Niet alleen voor de stad, maar zeker ook voor de bewoners van de cityflat hier allemaal ook aanwezig. Of een groot getal aanwezig. Gaan we toch wel onthullen? Zo ja. Dan doe ik het even zo.
Hou vast. Dat is heel mooi. Ik ben gevraagd om dat te doen omdat ik een nieuw bestuurder ben bij Sint Jozef. En het pand waarop het hierachter geplaatst is, is van Sint Jozef. Het is een cityflat. Dus dat is de aanleiding waarom ik het mocht doen. Hartstikke mooi. En hoe ging de onthulling? Nou, het zat een klein beetje tegen. Het ging niet helemaal soepel. Maar aan de andere kant heeft dat ook altijd weer zijn charmes. Dus uiteindelijk hebben we allemaal het gedicht kunnen bewonderen. We willen heel graag betrokken blijven bij die muurgedichten. En dat heeft te maken met dat ik zie dat dat een stukje bijdraagt aan leefbaarheid in deze stad. Het is toch elke keer weer een verrassing. Dus het maakt de stad net weer iets leuker, net weer iets mooier. En daar dragen we graag aan bij. Ja, zeker. Wat ons betreft staan we er absoluut voor open. En zeker als het op bezit van Sint Jozef is. Gert Kounaar, we hoorden bij de Bergersgroep, de dichters die rond Bergen woonden, rond Adriaan Roland Holst en meerdere schilders. Hij heeft dit gedicht, stenen gedicht, geschreven in opdracht van Amsterdam Fonds voor de Kunst voor het woongebouw Batavia aan de Panamalaan in het oostelijk havengebied van Amsterdam. En het is in baksteen vormgegeven door Kees Nieuwenhuis in 2001. En in 2002 is het in de bundel Totaal Witte Kamer van Kounaar opgenomen. Ik zal het nu voorlezen. Stenen gedicht. Ik lig als een schip op de reede van een stad die eeuwen bestaat. Ik ben vastgelegd aan een heden, maar draag een verleden naam. Ik huis hier tussen mijn muren zoals mensen binnen hun huid. Ruimte kijkt uit door mijn ramen. Ik ben voor de mensen gebouwd. In mij in deze gemeente als wethouder kandidaat stellen, maar dan moet ik mijn burgemeesterschap opgeven zo gauw ik benoemd ben. We veranderen een verordening puur voor een wens van bepaalde mensen en voor één collega. En ik vind het ook ongelooflijk jammer, ik wil het ook wel even genoemd hebben, ik vind het ook ongelooflijk jammer voor mijn collega's, die straks wie dan ook, een van de beide die vicevoorzitter wordt, die na zoveel ellende en zoveel discussie op social media, in zijn, ex zijn, in de wandelgangen, vicevoorzitter van de raad, onpartijdig vicevoorzitter van de raad moet worden. Ik zelf ben van mening dat we de regels absoluut niet kunnen aanpassen op het moment dat je aan het spelen bent. Dus we zijn ook tegen deze wijziging van de verordening, omdat we de wedstrijd aan het spelen zijn. En verder, dit is gewoon hartstikke treurig wat mijn voorganger al zei. We moeten aan het werk en niet met onszelf bezig zijn. Dank u wel. Moet u het wel zien? De onverenigbaarheid is zo even door de gemeenteraad opgeheven. En een onverenigbaarheid is er niet waar het gaat om. Wat ik zelf jammer vind, de belangrijkste onderwerp was voornamelijk wie wordt voorzitter van het presidium, oftewel vicevoorzitter van de raad. Ik heb dat zelf ook 4 jaar mogen doen met veel plezier. En één ding is voor mij zeker, dat hoor je te doen los van het fractievoorzitterschap van welke partij dan ook. Ik kan me heel goed herinneren dat ik best menige discussie heb gehad met mijn toenmalige fractievoorzitter Luc Schuur. Ja, maar je moet gewoon als vicevoorzitter van de raad moet je objectief kunnen zijn. En dat is heel lastig, want je bent altijd lid van een politieke partij. Maar in dit geval zeg ik geen Marcel Sierman, je hebt het gewoon niet begrepen. Als je regels wil veranderen, moet je dat voor de verkiezingen doen en niet na de verkiezingen doen. Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans van welke coalitiepartij dan ook. Verschillende punten wat in de loop van de tijd bij elkaar zijn gekomen, waar ik niet mee eens was. En ja, al die bij elkaar genomen heb ik gedacht, nou ik ga weg. Want sommige dingen kon ik niet, ging niet meer.
voor mij ging het niet meer. Dus heb ik gezegd van, ga ik vanzelf weg. Maar nou heb je dus een eigen fractie. Ga je nu een eigen partij oprichten of ga je aansluiten bij een andere partij? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst zien wat de toekomst mij brengt. Het is net de eerste keer dat ik een eigen fractie heb en ook dus fractievoorzitter ben. Dus ik moet afwachten wat de toekomst mij brengt. Ik moet alles even laten bezinken. De spelregels worden veranderd. Nee, daar ben ik het niet mee eens. De gemeenteraad neemt een beslissing. En die beslissing neemt de gemeenteraad op eigen initiatief. En daar heeft het college zich maar aan te houden. Als de gemeenteraad er tegen was geweest, hadden ze daar tegen kunnen stemmen. Gefeliciteerd en wees er trots op. Ja. Ik denk dat jij er bent omdat wij een prijs gewonnen hebben. Wij hebben met ons fietsexamen, wat we in mei hebben gedaan, dat hebben we zo goed gedaan dat de wethouder net geweest is om ons te feliciteren met de gewonnen eerste prijs. Juist, en ik zie dat de kinderen allemaal een taartje hebben. Ik denk dat ze daar wel heel blij mee zijn. Dat kun je beter aan hun vragen. Aan de stilte te horen zijn ze er heel blij mee. Ja, en dat gebak hebben we gekregen van de gemeente. Dat vind ik wel belangrijk om even te vertellen. Even horen, hoe is het gebak? Goed! Ja. Was het voor jou een verrassing dat jullie de verkeersproef gewonnen hadden? Ja, het was, het was wel een enorme... Ik had het niet verwacht. Ik hoor dat jij een echte rapper bent. Klopt dat? Ja. Dat doe jij graag? Mm-hmm. Maar op de fiets kan dat niet, hè? Nee, helaas niet. Maar je hebt het wel goed gedaan, die verkeersproef? Ja, dat had ik eigenlijk niet echt meteen van mezelf verwacht. Want ik fiets niet zo vaak. Oh, jij fietst niet zo vaak? Dus jij moet nog gaan oefenen? Als jij straks naar de middelbare school gaat, hoe ga je daar naartoe dan, lopend? Nee, ik kan lopend, maar ook fietsend. Ik denk dat ik ga fietsen gewoon. Oké, dat gaat wel lukken, denk ik, of niet? Ja. Het oude raadhuis met het karakteristieke torentje aan de Grote Straat werd gebouwd in 1691. In de windvaan op het torentje staan de drie ruiten uit het stadswapen van Almelo. Nadat het gebouw in de 19e eeuw te klein werd om dienst te doen als stadhuis en rechtbank, heeft het nog diverse andere functies gehad. Zo is het onder andere gebruikt als politiebureau en later in 1942 ook als VVV. Vandaar de naam Het Verkeershuis, zoals velen het ook nog noemen. Na een ingrijpende restauratie begin jaren 70 heeft het in 1973 een horecabestemming gekregen. Tegenwoordig zit hier Taverne Het Wetshuis. De bovenverdieping is één van de drie officiële trouwlocaties in Almelo.